Pietse, goedemorgen. Harry, goedemorgen. Baron Charcot, dat is toch je eigen, eigen huiswijn? Ja. Hoe wordt zoiets dan? Nou, ik ken de familie Chabiel al heel lang. Zijn vader, Paul Chabiel, ik was een klein jochie. Ik was 18, toen werkte bij Beres. En toen kwam zijn vader al bij ons langs om te zeggen van... ik blend wijnen. En zijn zoon die heeft het nu overgenomen, Nicolas Chabiel. En één keer per jaar reis ik naar Zuid-Frankrijk, naar de Languedoc. Ja. En dan gaan we zeg maar samen blenden. En blenden is zeg maar fruit kopen bij al die kleine producenten, bij die kleine boeren. En dan blenden we zelf zeg maar de wijn. En zo komen we bij Baron Charcot. Het is een serie met wijnen, de basis, de premiums. En ik heb voor vandaag de reserves meegenomen. De reserve Chardonnay. En dan hebben we de kopen we zeg maar de beste Chardonnay-druiven. Die man die blendt 15 miljoen flessen per jaar. Ronder, zachter, voller. Fruitig. Ja, heel fruitig. Ja. Maar ook wat dikker, tussen aanhalingstekens. Dus wat een geconcentreerdere wijn. Drink wel makkelijk weg. Ja, het is een filmende wijn. Een filmende betekent, hij legt zo'n klein laagje over je geëmeld, over je tanden heen. Proef dat nog maar eens. Over mijn tanden heen. Ja, mooi, hè? Een beetje. Ik moet een kleinsman vragen dat het niet schadelijk is. Nee, dat schijnt heel goed te zijn. Dit is heel gezond fruit. Nee, maar dat is zeg maar die Chardonnay. Dus vol, rond en zacht. En lekker doordringbaar. Niet te zwaar, maar wel dat je denkt van... ik heb wat in mijn glas. En deze? 7,50 per fles. Dit is de blend van de Merlot en de Cabernet Sauvignon. Merlot kennen we. Dit is wat zwaarder, toch? Ja, wat zwaarder. Heeft natuurlijk ook houtrijping gehad. Dat geeft een beetje hout om iets zeg maar, op te vrolijk, zeg maar, een beetje make-up eroverheen te doen. Ik ben helemaal jouw vorige gasten, zeg maar. En dan krijg je dit, Boisé Merlot Cabernet Sauvignon. Lekker zacht nog. Mm-hmm. Ik neem een slokje. En wat ik heb gezien de afgelopen jaar, we begonnen natuurlijk met die eerste lockdown. En dan gaan mensen toch een beetje kijken van wat gaan ze nou thuis drinken. In de horeca drinken ze bepaalde type wijnen. En we zien zeg maar, dat deze wijnen explosief zijn gegroeid. Zeg maar, dit vinden we gewoon lekker om thuis zeg maar, ja, alle dag te drinken. Goede verhouding prijs-kwaliteit. Ja, €7,50. En dat komt natuurlijk omdat ik dat zelf blend. En we gaan zelf op zoek naar de samenstelling van het fruit. En dan blenden we dit. Hebben die mensen al last van corona? Nou, zelf niet, want ze zijn super gezond. Maar ze hebben in positieve zin last van corona. Want het is explosief. De Languedoc-wijnen zijn... Ik ben een enorme fan van de Languedoc om de prijs-kwaliteit verhouding. En je ziet zeg maar, dat ze afgelopen zomer heel veel geëxporteerd hebben... naar Denemarken, Duitsland, Zweden. Omdat mensen dat met de rosés, met de betaalbare wit en rood. En je ziet ook in Nederland, dus wat ik net ook zei... echt enorm omhoog zijn gegaan. Want je bestelt, hè? Wie doet de distributie voor jou? Nou, vanuit mijn centrale magazijn, die orders, de mensen kunnen op werkdagen bestellen tot 6 uur, is de volgende werkdag in huis. Dat staat allemaal in ons centrale. Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Want je hoort mensen met de kerst en zo, die, ja, niet bij jou, maar die waren toch wel. Ja, ik heb je toen ook gezegd, kijk Harry, ik moet even op mijn eigen dingen letten. En wat die anderen doen, daar ben ik niet zo druk mee bezig. We werken met Bouw Logistics in Nijkerk en Transmission, die doet voor ons de bezorging. En natuurlijk gaat er wel eens wat mis en je kunt me erop afrekenen, maar niet te veel. Blijf vriendelijk, maar we proberen dat gewoon de volgende dag vanaf 6 flessen bij mensen thuis te bezorgen. Oké, bedankt zover. En u kunt vanaf nu deze mooie wijn bestellen.